Vandaag gaan wij op bezoek bij de kringloopwinkel in Amersfoort. En daar is vandaag iets te doen. Nou, heel leuk is natuurlijk de oorsprong van het hele project. Daar kun jij wat over zeggen, hè? Want ja, precies. Jij bent initiatiefneemster uiteindelijk. Ja. En ik heb ook hier die fotogalerie natuurlijk gezien. En dat heeft een idee. Vertel eens. Nou, het idee is dus dat we als kunstenaars samenwerken met Amersfoorters. Dat die een inbreng hebben. Dus dat in die zin dat ook de kunst wat dichter bij mensen komt. Een van de belangrijke dingen dus was ook dus dat wij als kunstenaar, dus die wijkbewoners heel erg betrekken bij het proces van het maken. En daar heeft Kees Wouda een hele serie foto's over gemaakt. Dus we zijn eigenlijk begonnen met wie gaan we uitnodigen? Gesprekken, dus individuele gesprekken met die bewoners. Wat zij wilden inbrengen. En vervolgens hebben ze een weblog. Dat heet Conversation Amersfoort at WordPress. Daar is dus het hele proces te volgen geweest. Ja. Met foto's en verhalen. En wat je hier ziet. Hier ben ik dan toevallig. Daar had ik mijn eerste gesprek. En dit is het ontwerp van Marijke Schuring. En hier ging Gea Boom ging in de kringloop. Ging zij spullen uitzoeken. En hier iemand anders. Daar zie je Frank van Ede. Die is begonnen met zijn kunstwerk. Bronschieten. Precies, die is begonnen met zijn kunstwerk. Dit zijn ook objectjes die gebruikt zijn. Waar Kees dan weer een soort stilleven van gemaakt heeft. Ellen aan het werk. Hier heb je wat Germany, mijn wijkbewoner, die dus met zijn hond aan het trainen is. Zo zie je van het hele ontstaansproces. Ja. Hoe wij onderling gecommuniceerd hebben en met de wijkbewoners en samen elkaar hebben verteld en laten zien waar we mee bezig waren. Dus, prachtig. Het verhaal van de milieuboer of hoe zat dat? De kringloop. Het is natuurlijk prachtig. Dat is een hele mooie, vind ik, tweede lijn. Dat we dus hier mogen tentoonstellen, maar dat we ook alle spullen hiervan gebruiken. Dus ook om mensen te laten zien, hoe kan je nou dingen een tweede leven geven, ook door kunst. En het heet Conversation Pieces, omdat het een soort aanjagers zijn voor een gesprek. Nou, dan gaan we even Gea hier eens wat over vragen. Gea, als dat mag, hè? Ja, want natuurlijk, Gea Boon is onze Valthorster kunstenaar aanwezig hier. En natuurlijk, Valthorster TV gaat zeker even met Gea praten, want Gea heeft een conversation piece gemaakt. En dat is ook een heel bijzonder stuk en daar kan ze vast wel het een en ander over vertellen. Ik moest een buurvrouw interviewen die uit het buitenland kwam en niet zoveel met kunst gedaan had. En aan de hand van haar verhaal zijn we naar de kringloop gegaan en heb ik spullen bij elkaar gezocht die associaties hebben met haar levensverhaal. En daar heb ik een herinnerplaats van gemaakt. Dus alles wat je hier in dit beeld ziet verwerkt, inclusief de beschilderingen, vertellen het verhaal van Jana. Jana Marodiova. Ja. En Jana is er nog niet. Het is jammer, want anders had je Jana kunnen zien. Ja. En Jana die is een hele stoere vrouw. Daar staat dit beeld ook voor. Ja. Want ze is ook opgevoed een vrouw. Zij heeft een grote vrijheidsdrang, dat zijn de vogeltjes. Zij heeft een levenshouding dat ze het leven neemt zoals het komt. Toen ze hier naartoe kwam had ze alleen maar een koffer met kleren en een beeldje van een schaapje. En als kind had zij een vosje als knuffel. Het pannetje dat is een herinnering aan haar overleden zus. En de klok die ik gebruikt heb, dat is dat heb ik helemaal gesloopt. Dat is nu plateau geworden met een fotootje van mijn zus. En dit is de bel van de klok. Nou, en alles heeft een verhaal. Dus de achterkant, de rituelen van thuis. En hier het lampje waar de foto's in zitten van de mensen die ze niet. En heel veel
klokhoedertjes. De klepel van de klok, dat symboliseert haar vrijheid. En de engeltjes, dat zijn de overleden vader en moeder en zus. En dit is dus haar herinnerplaats. Ja. Dit zijn alle verhuizingen en reizen die zij gemaakt hebben. En het levenspad van haar heb ik ook op de vrouw geschreven. Ja. Dus jij... Jij hebt het geplakt en geknutseld en beschilderd. Ja, dat heb ik gelijmd. Ik heb vooral gelijmd. Ja. Want alles is gelijmd. Ja, vooral gelijmd. En zo heb je natuurlijk een heel bijzonder stuk in huis als je zoiets hebt. Ja, dat is heel persoonlijk. Hè? Dus tweedehands spullen die zijn opeens heel emotioneel van waarde geworden. Ja. Dat is wat er wel gebeurd is. Ook tot mijn eigen grote verrassing. Het viel ook op zijn plek. Het was niet iets wat we van tevoren hadden bedacht. Nee. Het was shoppen en daarmee wat gecreëerd. Want normaal schilder je, hè? Ja, normaal maak ik schilderijen. Ja. Ja. Maar ik ben ook gek op herinnerplaatsen en altaartjes. Ja. Nou Gea, veel succes. Ik vind het een kunststukje. Dankjewel, Andy.